Nou, meiden, ik vind het ontzettend gezellig dat ik met jullie allemaal hier samen ben. Vind ik echt hartstikke leuk. Komt niet vaak voor. Waar gaan we vandaag over praten met ons clubje? We gaan het hebben over het programma Gênante Tanden. Wat wordt gepresenteerd door Vrouwtje de Bot. En het wordt geloof ik uitgezonden door RTL4. En ik vind het een hartstikke geinig en leuk programma. En nou ja, er stond een heel grappig stukje in de krant. In het Parool. Van dinsdag 21 juni 2016. Het Parool. Het Parool. He? Even reclame maken voor het Parool. En nou, er stond een stukje in van de column. Jezus, ik ken het woord niet uitspreken. In ieder geval van Han Lips. En het heet een gênante inkijk in de. Sorry meiden. Opnieuw, een gênante inkijk in de tandenhemel. En er stond een heel grappig zinnetje in. Even kijken. We zagen de werkloze glasslijper Pieter met zijn mond als een vleermuisgrot schichtig de kliko buiten zetten om zich daarna weer naar binnen te haasten. Ik moest zo lachen om het woord vleermuisgrot. Ja, ik wil die mensen absoluut niet belachelijk maken. Ik vind het heel moedig dat ze meedoen aan het programma. Want ja, weet je, het wordt. Tot in den treuren gaat het nog herhaald worden. Wanneer jij er al lang mee klaar bent. En blij bent dat niemand je meer bij de bakker, de groenteboer of de slager herkent. Boom! Komt het weer op tv? Wordt het weer uitgezonden? Ja, dat is het nadeel als je meedoet met tv-programma's. Maar oké, het is wel een beetje een win-win situatie. Want ik neem aan dat die mensen ervoor betaald krijgen. Etcetera. Misschien moeten ze een deel ook zelf betalen. Maar goed, genoeg geklets. Ik wil weten wat jullie ervan vinden. Boom! Mañana, si estaremos juntos, si se acaba el mundo, yo no sé si soy para ti, si serás para mí, si lleguemos a manos odiarnos. Nog even, je pakt je gitaar er nog bij. Es la rueda, yo soy el camino. Tú eres la rueda, yo soy el camino. Je boze moeder, we proberen je. Oh, yo no sé. Cada página es un día vivido. Sorry, Tella. Het moest er even uit. Het moest er even uit. Ja, maar is dan inhaken op de programma. Op de programma Gênante Tanden. Je weet. Vroeger had ik een gouden tand. Vroeger had ik heel veel bling bling in mijn mond. Maar ik heb mijn gouden tand laten verwijderen. Want ik zag gewoon dat andere mensen jaloers waren. Ze dachten, hé, zij kan een gouden tand permitteren. En wij niet. Dus toen heb ik de gouden tand eruit laten halen. Maar ik draag hem gewoon nu aan een ketting. Ja, ik draag hem nu gewoon aan een ketting. Zo. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Oh, je suis désolée, sorry, tchaklaïk, ik ben gewoon een beetje opgewonden, want mijn bril valt van mijn hoofd. Ik ben gewoon een beetje opgewonden, want vanavond speelt de Franse équipe een match tegen. Duitsland, ja, tegen l'Allemagne. En ik ben heel erg nerveus en zo. Maar oké, ja, om terug te komen op de topic. Ja, gênante tanden. Maar ja, sommige mensen zijn gewoon heel bang. En ja, ik ga altijd naar de tandarts. En ook al in Bordeaux ging ik altijd 2 jaar. 2 keer per jaar ging ik naar de dentist en hygiënist, maar ga ik naar de preventieassistent. En ja, dat bevalt me heel goed. Dus ja, met mijn tanden zijn is helemaal niet aan de hand. Gelukkig, ik ben een gelukkig mens. Oh, je wil mijn mening weten. Zoals je weet ben ik aan het inburgeren, want ik wil doen wat de Hollanders doen. Dus ik kijk naar het programma Gênante Tanden, hoe ze het zo ver hebben laten komen. En weet je, dan weet ik gewoon dat ik die dingen niet moet doen, weet je. Dat mijn tanden er ook als een vleermuisgrot uit gaan zien. Ik wil even beginnen met te zeggen dat ik het super gezellig vind om met jullie hier allemaal samen te zijn.
En nou ja, zoals jullie weten heb ik een relatie met Pieter Jan. En voor Pieter Jan mag ik geen aanvullende tandartsverzekering. Ja, hij vindt het helemaal niet nodig dat ik naar de tandarts ga. 2 keer per jaar en ook niet 1 keer per jaar. En hij zegt, ja, je moet gewoon flosdraad kopen en stokers en ragers. En dat moet je gewoon goed gebruiken, iedere dag en iedere avond. Dus zeg maar 2 keer per dag. En ja, maar ik wil ook graag naar de tandarts, weet je. Ik wil gewoon heel graag naar de tandarts, want ja, ik weet niet of ik het allemaal goed doe, weet je. En ja, hij is gewoon heel erg op de centen. En ja, hij is gewoon vreselijk krinterig. En ik riskeer gewoon een prothese, weet je. Meisje, je hebt echt de ruggengraat van de garnaal. Echt waar. Jongen, jongen, jongen. Weet je, ik neem je mee naar de film. Dan gaan we naar Finding Dory. In Finding Nemo, zei Dory. No eating here tonight. No eating here tonight. You're on a diet. Weet je, zeg dat maar tegen Pieter Jan. Stop maar gewoon lekker met koken voor hem. Laat jezelf maar voor zijn eigen kostje zorgen. Ja, toch? Oh, tjalla, hou op hoor. Ik moet heel erg lachen om je zo. Tjalla, hou op.